Alleen legale agrariërs, tuinbouwers en vissers komen in aanmerking voor brandstofkortingen. LVV-minister Pralaat Sildin zei dat gisteren voor aanvang van de wekelijkse RVM-vergadering. Agrariërs, tuinbouwers en vissers hoeven de laatste ingevoerde verhoging van de government take van 1 Surinaamse dollar niet te betalen. Daarnaast kreeg deze groep een halve Surinaamse dollar extra korting op 1 liter brandstof. Dit om de productie te stimuleren. Sildin merkt op dat er strenge controle wordt uitgevoerd, opdat er geen misbruik kan worden gemaakt van deze voorziening. Zo moeten de personen die in aanmerking willen komen voor deze kortingen zich registreren. Daarnaast moeten ze ook belastingsdocumenten invullen. Ten eerste, ze hoeven die laatste verhoging van de government take hoeven ze niet te betalen. En daarbovenop hebben ze nog een halve SRD korting gekregen. En we hebben toen een formulier uitgedeeld aan al die subsectoren. Van boeren die of vissers die aanmerken wensen te komen voor die voorziening. Dat ze dat konden invullen. Maar daar heb ik ook meteen opgenomen. Vul je belastingvastnummer ook in. Want illegalen gaan wij niet ondersteunen daarbij. Wat ook gedaan is. En we hebben zelf intern onze kerngetallen. Wij weten hoeveel diesel er per hectare gebruikt wordt in de rijsector bijvoorbeeld. En in boeren die in een aanmerking zijn te komen, vullen zo'n formulier in. Die dienen het in. Dat is vorige week vrijdag is die periode afgesloten. Dan gaan we kijken. Zij die hebben opgegeven om in aanmerking te komen daarvoor. Is een commissie die bezig is dat allemaal wil door te rekenen, te controleren, al die aanvragen. Ook bij de vissers wordt er streng opgelet dat er geen misbruik wordt gemaakt van de extra voorzieningen. Zo moeten de vissers steeds bonnen overleggen om te bewijzen dat zij daadwerkelijk een aantal liters benzine hebben gebruikt. Bij de visserij, wat wij daar doen, is we hebben daar een maatregel getroffen. Luister, als je uitvaart, voordat je uitvaart, die ga je tanken. Bewaar je bon waar je hebt getankt. Als je terugkomt, bewijs waar je je vis hebt geleverd. Wie heeft die vis van je gekocht? Kom met zo'n bon. Dan weet ik dat je bent uitgevaren, je hebt zo'n vis afgeleverd. Ook daar, je moet natuurlijk ook vergunninghouder zijn. En we weten ook wie hoeveel pk motor heeft en hoeveel ze verbruiken. Die kengetallen hebben wij. Je kunt wel misschien hier en daar een beetje ernaast zitten. Maar bij benadering zitten we vrij goed, wat dat betreft. Minister Pralaat Sildin van Landbouw, Veeteelt en Visserij over de strenge controle op agrariërs, tuinbouwers en vissers die in aanmerking willen komen voor brandstofkortingen.